Hallo meisjes, vandaag kom ik terug bij jullie met een nieuwe look voor de Look 4 series. Ik heb besloten dat dit een look is voor een first date. Nu, zelf heb ik eigenlijk niet echt een first date gehad met mijn vriend, dat is gewoon gegroeid. Ondertussen zijn wij al 5 jaar samen. Maar ik heb wel geleerd wat hij mooi vindt, wat de meeste jongens mooi vinden. En ik ga dat proberen in deze look te verwerken. Dus ik ga even mijn bril afdoen. En we beginnen met een oogschaduwbasis aan te leggen. Daarbij heb ik deze eyeshadow stick van Gosh in de kleur Love That Copper. Ik weet niet of ze deze nog in het assortiment hebben, maar ik vind het wel een leuke kleur om een basis te leggen. Maar iedere crème oogschaduwkleur met een bronzen of een houden kleur is eigenlijk goed. Dus wat ik geleerd heb is dat een jongen een beetje make-up wel mooi vindt, maar het moet er natuurlijk uitzien. Hij moet niet zien dat het heel donker gemaakt is. Hij moet geen felle kleurtjes, het moet gewoon natuurlijk zijn. Het moet je eigen uiterlijk wat versterken. En daarom heb ik deze bronzen basis. Nu, dit is wat donker, maar we zullen deze verlichten. En ik ga de volgende twee oogschaduwpaletjes gebruiken om de look te maken. Dit is het All About Nude palet van Essence. Hiervan is een uitbreiding gekomen deze maand. Er is een All About Chocolate palet, maar ik gebruik het All About Nude palet. En het Absolute Nude palet. Ook hiervan is een uitbreiding gekomen in het assortiment. Dit is het All het absoluut matte palet. Dus dit is van Essence, dit is van Catrice, dus zeer budget. Iedereen kan dit wel gebruiken. En ik begin met het All About Nude palet van Essence. Ik gebruik er deze oogschaduwkwast voor. Het is een gewone brede oogschaduwkwast. En ik neem de wittig gelige kleur uit dit palet. En deze breng ik aan onder de wenkbrauw en in de ooghoek. Ja, neem ik het Absolute Nude palet van Catrice. En ik gebruik de lichtste kleur die erin zit. Zoals je ziet heeft deze bij mij al serieus pen geraakt. Het is een van mijn lievelings oogschaduwkleuren. En deze breng ik aan over de volledige bewegende ooglid om een egale kleur te verkrijgen. Daarna neem ik deze platte oogschaduwkwast van Forever 21. Die is ietsje fijner. En ik wil mijn bewegend ooglid wat gaan verdonkeren. En daarvoor gebruik ik deze kleur uit het All About Nude palet van Essence. Dit is een taupe kleur, een lichte taupe kleur. En deze breng ik ook nog eens aan over het bewegende ooglid. Daarna neem ik de andere zijde van de oogschaduwkwast. En ik ga in het All About, het Absolute Nude palet van Catrice. En ik neem deze kleur en die breng ik aan op de buitenste helft van het bewegende ooglid. En hierdoor zal ik mijn oog wat verdiepen. Ik breng dit aan in een V-vorm. Ik er mijn blendingkwast van Elf bij en dan gaan we dit mooi uitblenden zodanig dat het niet boem een bruine kleur is, maar dat de kleur mooi in elkaar overloopt. Wat ik als vrouw zijnde toch nog iets speciaals wil doen in de ooghoek, ga ik terug in het All About Nude palet van Essence en ik ga de Bordeaux kleur aanbrengen. Hiervoor gebruik ik deze blending kwast, crease kwast van Essence. Ik heb hier een review van geschreven, ik ben hier heel blij mee. En ik neem een klein beetje op de kwast die ik afklop. En dan gaan we dit in de crease en in de buitenste ooghoek aanbrengen.
En dan gaan we eventjes verder met het gezicht, zodanig dat dit kan zetten. Dan ga ik verder met deze Miracle Skin Cream van Garnier. Daar zit een anti-age effect op. Nu, voor het anti-age effect doe ik het niet echt, maar dit is ook een goede BB cream. En in deze BB cream, die ziet er wit uit, als je die uit de tube haalt. Maar daar zitten ze van die breekbare bolletjes in, die breken als je het aanbrengt op je gelaat. En dan, hoe meer dat je wrijft, hoe donkerder dat het wordt. Nu, ik heb zelf een vrij lichte huid, dus ik breng het gewoon zo aan. We vergeten natuurlijk onze nek niet te doen. Zoals je ziet valt deze kleur toch iets donkerder uit dan ik ben. Iets heler uit dan ik ben. Vergelijk maar met mijn hals. Maar ik zal dit straks met poeder een stuk gaan verlichten. Nu ga ik verder met de Miracle Skin Cream van Garnier. Ook deze is licht getint en die breng ik aan onder mijn ogen. Ik ga maar een heel klein beetje aanbrengen en dit breng ik al deppend aan. Daarna breng ik een poeder aan. Iedere compact poeder voldoet. Ik vond deze terug van Catrice. En ik wou deze terug uitproberen. Deze kwam uit de Royal Baroque Collectie of zoiets, een limited edition. En deze is bijna op, dus ik wil deze eigenlijk gewoon eventjes gaan opgebruiken. En deze breng ik aan met de poederblush of poederkwast van Barbara Hoffman. Ik moet trouwens toegeven ook dat mijn gezicht iets heliger, iets bruiner eruit ziet, omdat ik een zelfbruiner gebruikt heb. Dus ja, ik moet eigenlijk hier ook nog eventjes de zelfbruiner gaan aanbrengen. Maar voor nu gaan we het zo laten. Normaal gezien ga ik nu bronzer aanbrengen. Nu, omdat dit een first date look is, wil ik het zo neutraal mogelijk, zo natuurlijk mogelijk houden. Dus ik heb beslist om geen bronzer aan te brengen, maar enkel te werken met blush en highlighter. Dus ik ga eventjes een blush aanbrengen. En de blush die ik aanbreng komt uit het BH Hollywood palet. Dit is van BH Cosmetics. Het is een limited edition palet, maar je kunt het nog steeds vinden op de site. En ik ga het lichtroze kleurtje aanbrengen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Op de videocamera lijkt het er feller uit te zien dan in het echt. En ik breng deze aan met een blushkwast van Forever 21. Dit is een mooie roze en die gebruik ik heel graag voor mijn blush. Dus dan ga ik eventjes in het roze, het lichtroze. En dan brengen we dit mooi aan op de appeltjes van de wangen. En ik hou mijn kwast heel licht vast. Zij raakt amper de huid aan. Zodanig dat we niet één vlek kleur hebben, maar dat het mooi gespreid wordt over de wangen. Daarna gaan we verder met highlighter. Nu, in dit palet zit ook een highlighter. Deze ga ik niet gebruiken. Als je echter niet al deze verschillende producten wil aankopen, kun je gerust ook deze highlighter gaan gebruiken. Maar ik heb beslist om een highlighter van MUA te gebruiken. Dit is deze Undress Me of Undress Your Skin Highlighter van MUA. En dit is een heel mooie highlighter. Het heeft een parelmoerglans. Hij is nogal rozig. Ik zal eventjes swatchen. Op mijn hand kun je het goed zien. Nu natuurlijk op mijn gelaat ga ik die niet zo sterk aanbrengen. Maar hier kun je echt zien hoe mooi deze highlighter eigenlijk is. En deze breng ik aan met een highlighterkwast die ook van Forever 21 is. Ik ga er met mijn kwast in. En ik breng deze aan onder de ogen, over de neusbrug, op de kin en op de cupidoboog.
Dan neem ik terug de highlighter en deze breng ik aan op de cupidoboog. Hierdoor gaan je lippen net dat ietsje voller lijken. Dan neem ik terug mijn Essence All About Nude palet en ik neem een Crease Quad van Essence en ik ga terug in deze lichtste kleur en die breng ik aan in de binnenste ooghoeken. Ik heb hier ook nog deze houden pigmentpoeder liggen van Catrice. En deze zal ik heel licht dippen op het binnen, op het midden van mijn bewegende ooglid. Zo ziet je look er net dat ietsje frisser uit. Daarna gaan we verder met eyeliner en ik gebruik deze bruine vloeibare pen eyeliner van NYX. Deze heb ik gekocht op boozyshop.nl. Ik weet niet of ze die nu nog verkopen, maar elke bruine vloeibare eyeliner is al volstaan. En hiermee probeer ik een winged eyeliner te zetten. Ik moet wel toegeven, met zo'n veltip eyeliner zelf gebruik ik vaker een kwastje, omdat als er al wat oogschaduw op je ooglid ligt, dan blijft ze allemaal aan het applicatortje hangen en dan op den duur lukt het niet zo goed om eyeliner aan te brengen. Gewoon eventjes afvegen met een zakdoekje en het is opgelost, maar je moet dat wel even doen. En dit is het uiteindelijke resultaat van de eyeliner. Daarna neem ik mijn handy dandy wimperapplicator. Deze is van Elf, denk ik. Ja, die is van Elf. Die mag ook trouwens dringend eens gekuist worden. En ik krul mijn wimpers. Dan heb ik vrij lange wimpers, dus ik krul mijn wimpers in 3 keer. Nu, als je iets kortere wimpers hebt, dan denk ik dat in 2 keer ook perfect mogelijk is. En dan neem ik mijn mascara. Ik gebruik nog steeds de Lash Princess mascara van Essence. Ik vind deze wel goed. Ik vind alleen dat er een rare geur aan zit. Ik kan me niet herinneren dat het in het begin ook zo was. Dus ik ga toch eventjes in de gaten houden om te zien of dat het niet slecht aan het worden is. Maar nu gebruik ik nog voorlopig deze. En ik breng hier een mooi laagje van aan. En ik begin echt aan de haar aanzet. Terwijl dit laagje droogt, ga ik verder met mijn wenkbrauwen. En daarvoor gebruik ik dit oog wenkbrauw duo van Essence. En ik gebruik deze Elf kwast. Ik weet niet meer welke kwast het is. De Professional Eyeliner Brush. Zelfs zou ik deze niet gebruiken als voor eyeliner, want daar vind ik ze te dik. Maar ik vind het wel goed om wenkbrauwpoeder mee aan te brengen. Daarna neem ik deze wenkbrauw borstel, laat ons maar zeggen. Ik denk dat deze ook van Forever 21 is, maar je kunt die overal vinden. En daarmee breng ik mijn wenkbrauwen in model. Dus ik kam ze eerst omhoog. En dan waar het hoekje wel moet zitten, dan kam ik ze naar beneden. Dan zijn de wenkbrauwen klaar. En dan ga ik nog eens mijn mascara nemen om nog een mooi laagje mascara aan te brengen op de ogen.
Dan zijn we zo goed als klaar met het gezicht, maar er mankeert natuurlijk nog één iets, een lippenproduct. En ik heb gekozen voor deze lipgloss van Kit Gries. En dit is afgegaan. Het is gewoon een mooie neutrale lipgloss. En deze brengt eigenlijk de hele look samen. Daarna moeten we natuurlijk ook nog iets gaan doen met ons haar. En ik weet, mijn vriend vindt los haar altijd het mooiste. Dus ik ga eventjes alle speldjes uit mijn haar halen. En dan kan ik gewoon mijn haar naar achter. En een zijscheiding. Dan ziet het er net wat ietsje voller uit. En dat is eigenlijk ook. Zo. En dan zou ik gewoon de look afwerken met mooie simpele juwelen. Ja, dit zijn dezelfde als de vorige keer, maar die passen ook bij deze look. En een leuke nagellak. Nu, de nagellak zelf hoeft helemaal niet zo neutraal of elegant te zijn als de vorige keer. Dus met het jobinterview. Op je nagels kun je iets speciaals doen tijdens een first date, vind ik. Maar ook iets minder natuurlijk. Dus ik heb gekozen voor deze nagellak van Miss Sporty. En dit is een oranje, roodachtige, met houten glitters texture nagellak. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze look te zien. Als jullie het leuk vonden om deze look te zien en nieuwsgierig zijn naar andere looks, duimpje op. Als jullie op de hoogte willen gehouden worden van deze looks, hieronder staat ergens een abonneer-button. Klik daar eventjes op, dan word je vanzelf op de hoogte gehouden van deze look. En ik ga ook de voorgaande look hieronder linken in de description bar. En dan wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!